Well, the project is developed around a big atrium in the center of the building. It's quite huge. It's covered by a large glass roof. We choose Façada as the contractor for the outside, the façades, in collaboration with Polypane, because they came to us with a very interesting solution, new components, new technology that we found very interesting to put on the building. Rond 2000-2001 zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen, na heel veel projecten dus gedaan te hebben, dat er een structureel probleem is met alle systemen. En om het in een nutshell te zeggen, allemaal veel te complex, technisch ongemeen moeilijk, waardoor dat de uitvoerende bedrijven, de gevelbouwers, sneller failliet gaan dan dat ze kunnen starten. Alle conventionele systemen, behoudens, kadergevers, die moeten worden gemonteerd en beglaasd langs buitenuit. Dat impliceert vanaf een stelling, dat is zeer duur. Dan dacht ik bij mezelf, er worden daar hypermoderne en high-end glasproducten in gebruikt en we werken zoals ten tijde van de Romeinen. Dat kan toch niet? Dus we gaan werken van binnenuit. En zo is de ganse filosofie ontwikkeld. Ik wijk volledig af van het traditionele gordijngevel, zeg maar. Het is een heel goed systeem en het is ook heel gemakkelijk aanpasbaar aan zeg maar wat de architect wil. Dus het monteert heel goed. Even opletten in de ankermontage, maar het is eigenlijk een heel goed systeem.